Ik ben net even naar de Don Quixote hier in Kyoto geweest, die vlakbij mijn hotel zit, om te kijken of ze nog wat soorten KitKat hadden. Die ik nog niet had. Nou weet ik niet zeker of ik geen dubbele heb, maar ja, dat al. Ze hadden nog wel wat. En dit was nog niet eens alles, want ze hadden ook een paar dingen waar sake in zat en die heb ik dus maar niet meegenomen. Dus wat ik nu ga doen, ik ga een kopje thee maken en dan ga ik ze allemaal proberen en dan ga ik jullie over vertellen. Oké, hier ben ik weer. Dit belooft wel mijn langste video van de vakantie te kunnen worden en misschien ook degene waarop ik dus ga overgeven van alle chocola. Ik heb hier een kopje groene Japanse thee in een traditioneel kopje, het heet aan je vingers. Maar dat is om de smaak een beetje te verversen. Nou, daar gaan we dan. Nummer 1. Dat is een... Dat kan ik hier niet oplezen. Even de doos erbij pakken. Takatsudo Original Momi Mandu Flavor. Mandu is... een soort koekje. Gevuld koekje. Ik heb nou niet bij helemaal mensen. Het echt hoofd van een slechte definitie. Wit chocola. Altijd goed begin. Maar zou ik nou die video moeten editen dat ik al dat gekauwde uithaalt, maar... Dan geloof je misschien niet dat ik het echt allemaal eet. Oké. Smaakt voornamelijk naar wit chocola. Dat is niet bijzonders. Zal ik cijfers gaan geven? Waarom niet? Dit is de eerste die ik proef, dus ik weet niet hoe de anderen zich gaan vergelijken, maar... laten we zeggen... dat een 8 was. Oké. Okay. Volgende. Milk tea. Een van de twee milk teas. Leuk weer een witte chocola. Kijk wat hij anders smaakt. Oeh. Hij ruikt naar thee. Sorry, nou praat ik met mijn mond vol. Maar hij ruikt echt naar citroenthee. Vreemd omdat het milk tea is. Ja. Thee met thee combineren. Nou, dat vond ik iets beter. Dus die heb ik een eigen. Oh ja. Misschien moet ik die bij mijn candy-les doen. Ik weet niet zeker... staat op het zakje Otana no Amase Adult Sweetness en staat er, omdat het een ander ook nog is, Ikakao no iets. Ik denk dat het een hele donkere chocola is, maar Adult Sweetness, wat bedoel je daar nou mee? Het is een hele donkere chocola. Beetje pure chocola aan de bittere kant, maar de minste van de drie tot nu toe, dus een 7. Oké, dan krijgen we een matcha latte. Niet zo lang geleden had ik een comment gezet onder een video van Tokyo Lens. Dat is van, ik geloof dat een Canadees is die in Tokyo video's maakt. En dan had hij groene thee en deed hij melk in. En ik dacht, donder, vind je dat nou echt lekker? Hij zegt, ja, het is geen groene thee, het is matcha. Dat is heel lekker. Probeer het maar eens. Nou, ik geloof je wel op je woord, hoor. Zo heet hij. Dan gaan we dus in de KitKat vorm doen. Het is dus matcha kleur.
Zoals je die veel in Nederland nog wel vinden, maar dus met latte. Gaan we. Dat is mooi van die matcha zit erin. Dat proef ik niet echt. Dat betekent toch met melk, hè, voordat ik nou iets heel anders denk. Acht. Oké. Ichigo shortcake. Oftewel strawberry shortcake. Wat is shortcake in het Nederlands eigenlijk? Maar het is dus met aardbeien. Overigens, wat ik voor het geval mijn verhaal niet gelezen heb. KitKat is in Japan heel erg populair, zoals je kan zien. Omdat dat klinkt als, vergeef mijn uitspraak, kitokatsu. Dat betekent, je gaat zeker slagen. Dus, als iemand een examen gaat doen, dan geven mensen die me willen steunen, haar. Oeh, dan ga ik echt naar haar aardbeien, zegt trouwens. Vaak een KitKat, omdat dat dus klinkt van, je gaat zeker slagen. En dan kun je precies hier hebben, KitKat heeft daarop ingespeeld door op al die dingetjes een ruimte te geven voor waar je op kan schrijven, succes van, je weet wel. Nou, de doos zit er niet, maar deze dan bijvoorbeeld. Nou, op een van die pakken zit het nu. Dit is natuurlijk voor als je een beetje gierig bent, hè. Je krijgt één KitKat van me, je moet natuurlijk gewoon een hele zak geven. En je hebt zelf doosjes waar je het in kunt doen, dan kan je het gewoon met KitKat en al erin op de post doen. Witte chocola, maar ruikt echt naar aardbeien. Dus. Beetje te zoet. Al van 9 geweest, 8. De volgende milk tea. Die andere was een wit chocola, geloof ik. Ik moet straks even terugkijken. Weet wat ik nog gereikt heb. Oké, ik begin mijn kracht al aan te tasten. Ik krijg hem niet meer open. Ook een witte chocola. En ruik ik ook naar citroenthee. Ik denk hetzelfde zijn. Ja, ik proef geen verschil. Dus hetzelfde zijn als de ander. Bijna over de helft. Krijgen we deze. Aan het Ja, dat is weer zo'n adult sweetness, maar dit is dus groene thee, als het niet zo is. Geen matcha. Dat is een verschil tussen groene thee en matcha. Ik heb een boek gekocht over verschillende soorten Japanse thee. En, denk ik, is een heel boek weer van me mee, maar het zijn wel een paar honderd verschillende soorten, denk ik. Houdt eigenlijk nergens naar. Niet zo sterk van smaak, vind ik wel lekker. Dan wil je ook een 9 geven. Volgende. Toepasselijk voor het seizoen. Sakura en roasted soybean powder. Nou, sojaboon, geroosterde sojaboon dus. Ik heb nooit geroosterde sojaboon gegeten ook. Maar sakura smaak is populair hier. Niet alleen in thee, overigens, maar in ijs. En in sake. Als er een als je een ohanami doet, dus zo'n flower viewing, een bloem bekijken van al die bomen, en er valt een blaadje van een sakraboom in je kopje sake, en dan blijft rechtop staan ook nog, geloof ik, dan betekent dat je goed geluk krijgt. Oké.
Rozig. Ja, wat verwacht je met sake? Het heeft een florale geur. Oh, zeg ik dat niet echt. Het ruikt naar bloemen. Nee, dit is heel erg lekker. Ga ik voor het laatst maken om deze zak te drinken, want deze krijgt een 10. En met deze al bijna op. Misschien moet ik straks maar op water overstappen. Nee. Volgende. Boy. Oké, dat is te klein voor me te lezen hoor. Chocolate orange. De sinaasappel. Dat is de eerste die een beetje uitziet als een KitKat zoals wij hem gewend zijn. Hij ruikt echt naar sinaasappel. Ik vraag me af hoe ze dat doen hoor. Het smaakt naar die mandarijn chocolaatjes zoals je ze in de supermarkt kan krijgen. Ik heb nog iemand die deze denk ik als favoriet hebben, dus 9. Oh. Ja, Hello Mimi. Dus het is niet Hello Kitty, maar de zusje, Mimi. Waarom zou je niet naar de beroemde van de twee doen? Ik hoop niet dat het naar poes smaakt. Dan ga ik ruzie krijgen met sommige mensen, denk ik. Ik heb idee dat in deze zak verschillende soorten zitten. Kitty, Mimi en twee Kara's die ik niet herken. Roze. Oh, en dat ruikt naar aardbei, maar aardbei-ijs. Niet echt aardbei. Ik heb nooit kat gegeten. Zelfs niet in China. Ik geloof niet dat echt daar op het menu staat. Meer hond. Heb ik ook niet gegeten hoor. Alleen maar slang. Maar ik denk niet dat een kat naar aardbei-ijs smaakt. Een 8. Een digested biscuit smaak, als ik het niet vergis. Of een gramen koekje. Wat voor kleur is dat? Het is niet roze, een soort beige, het lijkt wel. Smaakt naar cookie. Ja. Knap dat ze die smaken zo goed na kunnen maken, want gegarandeerd dat al die smaakstoffen kunstmatig zijn natuurlijk. Doet me aan de twee puntjes liedje denken. Als je pas getrouwd bent, krijg je koekjes bij de thee. Nou, daar smaken naar koekje bij de thee. Eén laatste. Weer een adult sweetness. Even kijken, wat is het nou weer van smaak? Kodawari, niet zeker wat dat betekent, no strawberry. Dus weer aardbei. Weer roze. Raak naar aardbei. Beetje zure nasmaak.
geen slechte smaak alsof een soort zuur vruchtje eet. Daar is ietsje beter dan de andere dingen. Dus een 9. Oké. Nooit gedacht dat ik blij zou zijn dat ik klaar kon zijn met het eten van chocola. Maar oké. Okay. Cold. Nou, en dan... Ja, start er niet bij. Oké. Deze. Ja, oh, caramel. Original. Daar, ja. Caramel original. En noemen ze een gold. Oké, dus het zal wel naar caramel smaak. Oh, die is tweetonig. Karamelkleur aan de bovenkant en chocola aan de onderkant. Pardon. Nou, dat gaat mijn YouTube-algoritme. Ja, deze video bevat ongepaste gebaren. Sorry. Karamelli. Ik had die niet tot laat moeten bewaren. Ik kon daar niet echt meer waarderen, maar... niet zo goed als degene die ik een 10 gegeven had, maar net onder. 9,5. Ergens in mijn tas zitten nog een paar. Maar ik heb er wel genoeg gehad. Dus spoel even terug om te zien welke ik de beste vond. Want ik weet niet meer. Het begon allemaal op elkaar gelijk op een gegeven moment. Proost. En als je naar Japan komt en je wilt dus verschillende soorten KitKat... Don Quixote. De meest geschikte winkel ter wereld, maar ze hebben dus goede kikkers. Bye bye.